Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Ik wil deze keer, deze overdenking, wil ik het hebben over een zelfgemaakte man. U weet wel, iemand die zichzelf gemaakt heeft. En die wil ik stellen tegenover de man die door God gemaakt is. En zoals gewoonlijk vragen we aan onze hemelse Vader of Hij ons wil helpen door middel van zijn Heilige Geest. Gezegende en wonderlijke Vader, levende God, God van Abraham, Isaac en Jacob. En in de wonderlijkste naam van onze Heer Jezus, onze opgestaande Heiland, aan uw rechterhand zit Hij en voor ons intreedt. O liefdevolle Heer, hartelijk dank dat alle schatten voor ons opgeschreven staan en opgeborgen zijn in de dierbare Bijbelboek. O liefdevolle Heere, geef ons de genade dat wij dit niet alleen ontdekken, maar ook geloven en daarna handelen en daarop te bewegen. Zegen uw woord om in ons hart uw doel te bereiken. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. We lezen uit Matteüs hoofdstuk 4, vers 12 tot 24. Toen hij vernam dat Johannes overgeleverd was, trok hij zich terug naar Galilea en hij verliet Nazareth en ging wonen te Kafarnaüm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden het woord door de profeet Jesaja gesproken toen hij zeide: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de zeeweg over Jordaan, Galilea der volkeren, het volk dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. Van toen aan begon Jezus te prediken en zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Toen hij nu langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broeders, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in zee werpen, want zij waren vissers. Hij zeide tot hen: kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken, dat wil zeggen van ademieten. Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. En vandaar verder gegaan zijnde, zag hij nog twee broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip. En vandaar verder gegaan zijnde, zag hij nog twee broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader. Zebedeus, terwijl hij ze bezig was hun netten in orde te brengen, en hij riep hem, en ze lieten dan terstond het schip en hun vader achter en volgden hem. En hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het gerucht van hem drong door tot heel Syrië. En men bracht hem alle die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden. En hij genas allen. Tot zover het woord van onze Heer. Voor deze overdenking nemen wij vers 19 als tekstvers. Hij zei tot hen: komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Dit is van kardinaal belang, want als wij het woord mensen gebruiken, dan kijken we naar alle volkeren op aarde. En dat is niet wat hier staat. Mensen zijn ademieten die geschapen zijn naar het beeld van God. Dus niet die andere volkeren, maar die mensen die naar Adam beeld zijn geschapen. Uit Abraham is Abraham, Isaac en Jacob gekomen. Met andere woorden, Israëlieten. En dan komen we uit bij de Noordwest-Europeanen, de blanke mensen. Dat zijn Adamieten. Over deze mensen heeft de Heer Jezus het, want Hij is de koning van Israël. En daarom is het belangrijk dat ik in deze overdenking spreek over die mensen.
Er zijn twee soorten mensen. De ene heeft zichzelf gemaakt en de andere soort is door God gemaakt. Elk oprechte ademiet die naar God gaat, zal door God gemaakt worden, opnieuw naar zijn eerste beeld. En die opnieuw gemaakte man zal in eeuwigheid bestaan. Maar die man die zichzelf gemaakt heeft, zal vergaan. Over deze twee typen mannen gaat deze boodschap. Het gaat om een ernstige zaak, waar goed over moet worden nagedacht. In de volksmond kent men de uitdrukking van iemand die succesvol is in zaken doen en dat hij het heeft gemaakt. Men zegt dan, hij heeft goed geboerd. Dit geldt ook voor andere zaken waarin men geslaagd is. Ik wil met u naar zo'n gemaakte man met u kijken. En naar die andere man die door God is gemaakt. Deze twee wil ik tegenover elkaar stellen. We leven in een tijd dat wij dit onderscheid goed moeten onderkennen. We kijken daarom wat er in Gods woord over geschreven staat. We nemen het goede geslaagde man die rijk is als voorbeeld waar de Heer Jezus over heeft verteld in Lucas 12, vers 17 tot 19. Een rijke man. En hij overlegde bij zichzelf en zeide, wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij overlegde bij zichzelf en zeide, wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt veel goederen liggen opgetast voor zoveel jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Even iets tussendoor. Lieve mensen, u moet uw Bijbel altijd met fantasie lezen. Met verbeelding. Dat maakt voor de mens de Bijbel interessanter. Neem nou zo'n man als voorbeeld in gedachten. Hij kijkt naar zijn imperium, wat hij heeft opgebouwd. Kijkt naar zijn landhuis, welke hij heeft laten bouwen. Kijk in zijn garage waar zijn auto's staan. Bedenk zelf in wat voor merk hij zal rijden. Zo krijgt u een totaalbeeld van zo'n persoon. De roddelbladen van tegenwoordig geven genoeg voorbeelden van zo'n beeld om dat naar voren te halen. Ikzelf heb bij rijke mensen gewerkt. Ik ben in hun huizen geweest. Ik heb gezien hoe ze leven. En hoe ze rijden. Enzovoort, enzovoort. Nou, de Heer Jezus schetst zo'n beeld. Die man die hij schetst is zeer geslaagd. Hij moet zelfs andere schuren bouwen. Omdat hij van God niet af is, is hij een prooi geworden van het lokaas dat voor hem is uitgeworpen. Dit is wat hij ons laat zien in zijn handelen. Zijn hele bestaan bestaat eruit. Hij zegt zelfs, ziel, dat is je persoonlijkheid, ga je vele goederen liggen opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Dit heb ik als butler dikwijls gezien. Er wordt tafelzilver gebruikt, mooie glazen, de duurste wijn komt op tafel. Rijke en geslaagde mensen pronken graag met hun rijkdom en succes in zaken doen. Maar wat zegt God tegen Ezechiël? We lezen verder, vers 20-21. Maar gij, waar God zeide, gij dwaas, in eigen macht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelen en niet rijk is in God. Zo zal het gaan met elke zelfgemaakte man die niet door God is gemaakt. In dit verhaal zien wij in deze wereld hoe zij in deze wereld leven. Er zijn daarom twee standaarden. De ene is de huidige wereldoorlog en de tweede is het koninkrijk van God. In ons gelezen gedeelte hebben wij tweemaal gelezen dat de Heer Jezus heeft gezegd, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
En het andere was, en hij trok rond in heel Galilea en leerde hen in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Dat wil zeggen, het herstel van zijn volk Israël, alle 12 stammen. Daarbij genas hij alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Wij nu leven in de huidige wereldoorlog met al zijn zelfgemaakte mannen. Maar ook met al zijn ziekten en rampen. Zo gaat het in een wereld die door zelfgemaakte mannen is geschapen. In onze dagen zijn deze mannen toegetreden tot de verderlijke groep Pinocchio's. Met lange neuzen. En het is wonderlijk dat het bij het gewone volk niet eens meer opvalt. Neem nu bijvoorbeeld vandaag het vluchtelingenvraagstuk van dit moment. Wat doen nou deze gemaakte mannen nu? Er staan twee koninkrijken tegenover elkaar. Gods koninkrijk is niet denkbeeldig. Dit is wat er bij mij en velen te wachten staat. Maar ook het huidige Nederlandse samenleving wil niet Gods koninkrijk erkennen. Weer wat belangrijk is in Gods koninkrijk, die zal bestaan uit de God gemaakte mannen. Want vlees en bloed zal het koninkrijk niet beërven. Denk je goed over na. Daarom zullen deze zelfgemaakte mannen met hun Pinocchio-neuzen ons met die vluchtelingenvraagstuk weer met een kluitje in het riet sturen. Maar een wedergeboren persoon zal dit koninkrijk geen, let op wat ik zeg, je maakt gauw een fout, geen wedergeboren persoon zal dit koninkrijk van God niet binnen kunnen gaan. Want er is een nauwe poort om binnen te gaan. En men moet gebogen hebben voor het kruis van Golgotha. Ja, u ziet het gaat over twee geheel verschillende koninkrijken. Het koninkrijk van de wereldorders en de Heer Jezus over zijn koninkrijk. Let op, de Heer Jezus is altijd zeer ernstig over die twee koninkrijken. Hij laat ons de keus om te kiezen. Wat voor een soort man wil ik zijn? Markus 8, vers 34, 38 zegt, en hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zei hem, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal om mijnentwil en om des evangelies wil, dat is heel belangrijk, die zal het behouden. Want wat baat een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden. Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht waar u en ik nu in leven, de Zoon des Mensen zal zich ook voor hem schamen wanneer hij komt in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Pas op, ik praat niet over mensen die God dienen en die een bepaalde status hebben bereikt. God is niet tegen rijkdom op zich, maakt daarin geen fouten. Maar een zelfgemaakte man zal niet gemakkelijk voor het kruis willen buigen en de Heere volgen. Want, heeft de Heer gezegd, want een ieder die zijn leven zal willen behouden voor de eeuwigheid, die zal het verliezen. Maar een ieder die zijn leven verliezen zal om mijnentwil, voor de gezalde koning van Israël, en om het evangelisch wil, die zal het behouden. Dit is de consequentie van het kiezen van de gezalde koning van Israël. Een zelfgemaakte man zal nooit zijn ziel verliezen. Hij is te zelfstandig. Hij wil voor zichzelf denken. Ze willen ook niet voor hun eten bidden. Want zij zeggen, ik heb het zelf verdiend. Ik heb het zo dikwijls gehoord. Maar, zegt Jezus, wat baat het een mens de gehele wereld te winnen, wat men vandaag wil,
maar aan zijn ziel schade lijdt. Wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Een zelfgemaakte man denkt heel anders over het leven, maar ook totaal anders. Want hoe meer hij in de wereld zou winnen, hoe groter zijn rijkdom wordt. Kijk om u heen. Dit is een vast patroon in onze maatschappij. De overheid geeft het verkeerde voorbeeld. Onze belastingen worden zeker niet op de juiste manier besteed. Neem als voorbeeld. In ons land leven circa 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Zieken en bejaarden worden sterk verwaarloosd. Om zogenaamd te bezuinigen, krijgen zij bijna geen huishoudelijke hulp meer. Ik kan zelf nog veel meer voorbeelden aandragen. Ik ken dat in mijn eigen familie, in mijn eigen leven. Maar u kent ook zulke gevallen. Maar wat zie je vandaag in ons land? Miljoenen en miljoenen worden vrijgemaakt om zogenaamde vluchtelingen, onkruid. En het eigen woord kan gewoon barsten. Als u dit overdreven vindt, kijk dan wat God zelf zegt over dit onderwerp. In Ezechiël 34 kunnen we lezen: het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, Adamiet, profeteer tegen de herders van Israël. En die herders van Israël zijn niet alleen maar predikanten en evangelisten, maar ook ministers, burgemeesters, ambtenaren enzovoort. Profeteer tegen die herders van Israël. Profeteer, zegt hij tot die herders. Zo zegt de Heere, Heere, wee herders van Israël, die zichzelf weiden, die alleen maar aan zichzelf denken, moeten de herders de schapen niet weiden. Wat doen ze? Het vet eet gij, met wol bekleed gij, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Dat is wat onze overheid doet. Geld halen, je arbeid halen, je stem halen. Hij zegt, gij versterkt ze niet, zieken geneest gij niet, gewonden verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorenen zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Dat is wat God zegt over die leraren, die herders van ons land. Overheid, koning, regering, burgemeesters en ga zo maar door. Politieke partijen, ze zijn één pot nat, ze hebben allemaal lange neuzen en ze misleiden ons. Dat is wat God zegt. Maar het wordt nog erger. Die herders, ons volk, raken verstrooid omdat er geen herder is. En worden tot voedsel voor al het gedierte des velds. Er zijn geen wilde dieren, leeuwen en tijgers. Gedierte des velds zijn andere volkeren buiten Israël. Die nou met duizenden en duizenden grenzen overkomen. En ons volk zullen ondermijnen. Dat staat hier in de Ezechiël. Zo raken zij verstrooid. Je raakt je identiteit kwijt, je geld kwijt, je families kwijt. En mijn schapen dwalen rond op alle bergen, op elke hoge heuvel. Over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid. Zonder dat er iemand is die naar hun vraagt of zoekt. Herders. Kijk maar naar die rijke dwaas in Jezus gelijkenis. Zijn inkomsten waren al zo sterk vermeerderd, dat was voor hem niet genoeg. In onze maatschappij geldt de leuze, geld maakt macht. Dat is al even zo. Daarom grijpen wij zo gemakkelijk mis als het gaat om Gods koninkrijk. Wij willen niet een door God gemaakt mens worden. Dat is onze val. Terug naar onze inleiding. Want het baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden. Je kan niks meenemen als je doodgaat. Wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want wie voor mij en mijn woorden schaamt in dit overspelige zonder geslacht. Ons land is dat zo. Want God is buiten onze grenzen gezet. Buiten de politiek gezet. Buiten de kerk gezet zelfs. De zoon des mensen, dus de zoon van de Adamieten, zeggen ze over hem schamen. Maar hij komt in heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Zie die twee werelden tegenover elkaar. De ene is overspelig en zondig geslacht. Want er is nog nooit zoveel overspel geweest onder ons volk dan nu.
En deze man doet het volgende. Want wie zich voor mij en mijn woorden schaamt, wat onze overheid doet, en de kerk en die valse predikanten, die dat woord van God niet terecht durven te snijden. Deze twee werelden zijn in oppositie met elkaar. Deze twee werelden staan in vijandschap met elkaar. Met andere woorden, hij schaamt zich voor Jezus in dit overspelige geslacht. Dit is toch wel duidelijk. Dit is ook mijn ondervinding als ik van mijn koning getuig. Dit laat zien dat deze twee werelden met elkaar in botsing zijn. En pas op, het wordt nog steeds erger en erger. Want de wederkomst van Israëls koning is op handen. De climax van die strijd zal daarom des te erger worden. Er zal zelfs nog een atoomoorlog komen, zo voorspellen de profeten. En aan de ene kant staat die zelfgemaakte mannen, die de wereld denken te beheersen, en aan de andere kant de door God gemaakte mannen. Daarom zal die strijd zo hevig worden. Daarom waarschuw ik nu elke zelfgemaakte man. Jouw wereld zal verpletterd worden. En de mijne zal voor eeuwig zegen vieren. Halleluja. Het gaat om een waarachtige, actuele keuze. En die keuze zal jouw verdere leven bepalen. Mijn oproep aan mijn volksgenoot is, hou op om van twee wallen te eten. Want het is geen vlees en het is geen vis. Kies voor Jezus. Kies voor je eeuwig behoud. Kies voor zijn koninkrijk. En overheid en parlement, laat je neuzen inkorten, nu het nog kan. Die zelfgemaakte mannen hebben de wereld niet kunnen verbeteren, eerder slecht gemaakt. Onze vorige koningin, Beatrix, ging in haar hele regeringsperiode naar een club van zelfgemaakte mannen, Bilderberg. En ze heeft niets, maar ook niets voor haar volk kunnen bereiken. Het is er niet beter op geworden onder haar bewind. Integendeel. Ik zal niet graag in haar schoenen staan als zij voor Gods hemelpoort komt. Ik heb in mijn leven een andere keus gemaakt. Ik heb die wereld verlaten. En ik ben mijn geloof gaan volgen. Ik heb een keus gemaakt om vissers van Adamieten te worden. Maar dit terzijde. Niemand anders kan mij beter maken. Ik ben zelfs een dialysepatiënt. Dan Jezus alleen. Men wordt ik wel door andere mensen armzalig geworden. Maar als 35-jarige dienstknecht van God heb ik in die 35 jaar hebben gediend. Ik heb veel strijd moeten leveren om dat evangelie te kunnen mogen verkondigen. Maar door mijn kennis van dat woord van God zie ik dat die profeten zeer nauwkeurig vervuld worden. En daarom is dat een teken dat de komst van de Heer Jezus zeer nabij is. Daarom heft uw hoofd omhoog, want de verlossing is nabij. Blijf mensen bij uw goede keus, wat het ook mag kosten. We lezen Jezus woorden omtrent zijn nieuwe wereld. Dat vinden we in Matteüs 16, vers 24 tot 28. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volg mij, want en ieder die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar en ieder die zijn leven verloren heeft, om mij dat wil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, zijn vaders, met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen onder u, diegenen die daar staan, die de dood voor zeker niet zullen smaken, voordat de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid. De Heer Jezus staat gereed om zijn nieuwe wereldorde te stichten. Alle standaarden zullen nieuw zijn. De aarde zal vernieuwd worden. De natuur keert terug naar haar oorspronkelijke goddelijke staat. De
De mensen zullen opnieuw worden. De dieren worden opnieuw. Er gebeuren veel meer dan ik hier kan opzommen. Ik kan er wel een paar lezingen over geven. Deze wereld is door Jezus zelf gemaakt en kan een eeuwige toekomst nooit meer veranderd worden. Wat een geweldige toekomst staat ons te wachten. Maar in Matteüs 19, vers 23-30 lezen wij, Jezus zeide tot zijn discipelen, waar ik zeg u, een rijke, let op wat ik zeg, zal moeilijk het koninkrijk de hemelen binnengaan. Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden, wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide, bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Daarop antwoordde Petrus en zei tot hem, zie, we hebben alles prijsgegeven en zij u gevolgd. Wat zal ons deel zijn? Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, dat is bij zijn terugkeer, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijnde heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. Dus het gaat hier niet om 12 kerken. Een ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwig leven erven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Dan kijken we ook naar Lucas 16 vers 19 tot 23. Er was een rijke man die gekleed ging in purper en fijn linnen. En elke dag schitterende feest hield. Er was ook een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, neergelegd bij zijn voorraadpoort, bij zijn voorportaal. Die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, onder de pijniging, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Lees dit verhaal zelf nog eens een keer goed door. Het is een goed voorbeeld over na te denken. Want een mens kan in zijn of haar leven ook rampen meemaken. Leed wordt voor niemand achtergehouden. Oh nee. Maar deze arme man was wel behouden voor de eeuwigheid. Ons leven eindigt niet bij de dood, zoals men denkt, maar gaat verder in een andere dimensie, maar met of God. Wees daarom gewaarschuwd. Pas goed op. Laten wij dat hinken op twee gedachten loslaten en Jezus blijven volgen. Dat is de enigste voorwaarde om door hem nieuw gemaakt te worden. Want hem volgen is in staat tot waarachtig leven. Prachtig om te weten. Onze voorvader geloofde dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Zij verwachten namelijk een andere wereld. Dat vinden we in Hebreeën 11 vers 13. In dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij dit zien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren. Lieve mensen, verblijf niet langer in de wereld van zelfgemaakte mensen. Het zal niets opleveren dat aan het einde van je leven de eeuwige dood zal zijn. Maar volgen we Jezus, dan zal er een eeuwig leven zijn in zijn koninkrijk. In Markus 16, vers 19 tot 20, de Heere Jezus dan werd nadat hij tot hen gesproken had opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods, waar hij nog steeds zit. Doch zij, zijn discipelen, gingen heen en predikten overal, let op, terwijl de Heere medewerkte, en het woord bevestigd door de tekens die daar op volgen. Mijn lievelingstekst.
In 2 Korinthe 5 vers 17. Zo is dan wie in Christus is, in de gezalfde koning van Israël, een nieuwe schepping. Punt, komma. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Denk hier eens ernstig over na. Als wij in de gezalfde koning van Israël zijn, dan zijn wij totaal veranderde mensen. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Deze tekst moet tot werkelijkheid in ons leven worden. Niet alleen opzeggen en dan gewoon weer verder gaan met je dagelijks leven. Nee, je moet daaruit leven. In je nieuwe denken en in je nieuwe handelen. Deze tekst moet uw leven veranderen. Laten we eens kijken naar zo'n nieuw mens. Als voorbeeld, in Handelingen 6 vers 8 tot 10 lezen wij van Stefanus. Daar staat van geschreven dat hij vol van genade en kracht was, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Toch, er stonden sommigen van hem op, die waren van de zogenaamde synagogen de Libertijnen, der Cyreniërs en Alexandrijnen, en van de Joden uit Sicilië en Asia, en reden twisten met Stefanus. Dat is vandaag de dag weer. Ik moet altijd maar reden twisten met die theologen en die predikanten en die evangelisten die het allemaal zo goed weten. Maar zij waren niet bemachtigd bij Stefanus de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Hoe lang duurt het voordat ook wij worden zoals Stefanus? Dat kan alleen als wij het woord God geloven dat Jezus ons nieuw gemaakt heeft. Stefanus was voor zijn bekering ook maar een gewone man. Maar na zijn bekering ging hij Jezus volgen. Zie, wat is het gevolg? Deze wijze mannen konden niet zijn wijsheid weerstaan. En ze waren niet bemachtigd de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te wederstaan. Wij als eenvoudige mensen zullen net als Stefanus, door Gods geest, ook met wijsheid spreken. En niemand kan ons weerstaan. Want Jezus heeft voor ons nieuwe mensen gemaakt. Kijk ook naar de andere apostelen. Hun namen bestaan vandaag nog steeds en tot in eeuwigheid. En ze waren maar eenvoudige vissers. Paulus geeft een ernstige waarschuwing in 1 Korinthe hoofdstuk 6. Hij roept: Nederlandse volk, dwaal niet, hoereerders, afgodendienaars, overspeligen, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaars, lasteraars of oplichters. Zij zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En sommige uwer zijn dat geweest. Maar, halleluja, maar gij hebt u laten afwassen. Maar gij hebt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, hoe? Door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Lieve mensen, tot slot. Een door Jezus nieuw gemaakte mens is een sieraad en prettig om mee om te gaan. Maar de mens die zichzelf gemaakt heeft, is een afstotelijk mens, vol eigendunk, hoogmoed, trots. En kijk op u neer. Maar mensen die door Jezus gemaakt zijn, daar kan je hulp van verwachten. Laat de wereld van de zelfgemaakte mensen achter u en volg Jezus, dan zal hij u veranderen. En dit bid ik u toe in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zijn naam is Jezus van Nazareth. Amen.